Hoe Mondriaan zich ontwikkelde tot een van de 3 grote meesters van de abstracte kunst kun je ervaren in het prachtige Kunstmuseum Den Haag, ontworpen door Berlage. Het moest een tempel voor moderne kunst worden en dat is gelukt. Mondriaan hield van improvisatie en van jazz. Dat zie je terug in de Victory Boogie Woogie. De naam, het ritme van de compositie, experimenteren met gekke materialen zoals plakband, allemaal jazz. Het grote meesterwerk waar hij jaren aan schaafde, gevonden op een schildersezel na zijn dood. Onaf, een verstild monument van experiment en abstractie, bewaard voor de eeuwigheid. Hier vlakbij lijkt het alsof de vlakjes voor je ogen beginnen te dansen. Zou hij dat bedoeld hebben? Korzo is experiment. Ooit van krakers, nu voor jonge makers. Dit hele pand ademt beweging. Zoals deze muur, waarin choreografische patronen zijn getrokken. In Korzo worden talenten uitgebroed en premières geboren. Hier ontwikkelen jonge makers van over de hele wereld hun ideeën. En kunnen wij, kijkers, genieten van hun creaties. Er wordt onderzocht, gemaakt, geschaafd aan dans, circus en muziek zonder grenzen. Een van die makers is Amos Ben Tal. Samen met zijn danserscollectief Of Projects timmert hij succesvol aan de weg. Hij repeteert hier nu voor Sixty een intrigerende voorstelling over de beleving van tijd. Sixty is natuurlijk te zien in Korzo, zijn artistieke thuis, en gaat in 2020 op tournee. Laat je verrassen in dit vernieuwende theater van wereldniveau. Ontdek waarom Den Haag de dansstad van Nederland wordt genoemd.